Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op dinsdagmiddag 24 april. En dan zien we boven Nederland veel bewolking en boven de Noordzee nog meer bewolking. En die bewolking die komt geleidelijk aan onze kant op en dat is dikkere bewolking en daar valt dan ook af en toe wat regen of motregen uit. Vanochtend hadden we hier en daar al wat regen, maar vanuit het westen komt dus meer neerslag onze kant op. Het ziet er overigens naar uit dat de zuidelijke helft van het land, laten we zeggen zuid van de grote rivieren. ...dat het daar over het algemeen droog gaat blijven. Maar in het noorden en midden van het land, daar gaat toch wel in de loop van de middag... ...maar vooral vanavond en vannacht af en toe regen vallen. De temperatuur, die ligt vanavond tussen de 11 en de 15 graden. Zoals gezegd, er is veel bewolking en soms valt er wat regen of motregen. De wind is overwegend matig uit west-zuidwestelijke richting. Aan zee is de wind af en toe krachtig, windkracht 6. En vannacht kan die rond de Wadden zelfs af en toe hard zijn, en dat is windkracht 7. Vannacht ook nog vrij hoge temperaturen door die bewolking die aanwezig is en de aangevoerde lucht die is feitelijk wat zacht. De temperatuur ligt tussen de 9 en de 12 graden. Er valt wel af en toe regen of moordregen, dat gaat gewoon vannacht door. En die neerslag die trekt ook wat verder naar het zuidoosten, dus ook in het zuiden kan er dan vannacht wat regen gaan vallen. Nou, morgenochtend trekt die regen weg naar Duitsland, dan wordt het overal droog, dan breekt de bewolking, komt de zon af en toe tevoorschijn, maar in de middag ontstaan er dan weer stapelwolken en kunnen er een paar buien gaan vallen. En dan is het niet uitgesloten dat er een enkele bui ook gepaard gaat met onweer. Ook in de avond vallen er nog een paar buien. Donderdag is het ook nog wisselvallig weer, zeker de eerste helft van de dag met een aantal buien. In de middag klaart het vanuit het westen sterk op. Er staat een matige tot vrij krachtige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 11 en de 15 graden. En donderdagavond beginnen natuurlijk al veel festiviteiten in verband met Koningsdag. En die avond die ziet er droog uit met brede opklaringen. Dat betekent ook dat de nacht vrij fris gaat worden. De minimumtemperatuur ligt donderdag op vrijdag, Koningsnacht, rond de 5 graden. En dan Koningsdag zelf, dat is een vrijdag en dat ziet er goed uit. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 13 tot 17 graden. Als er een buitje valt, dan stelt het eigenlijk niet al te veel voor. De wind is overwegend matig rond Windkracht 3, dus het is prima weer buiten voor de vrijmarkt of voor de andere festiviteiten. Zaterdag wordt het dan weer wisselvalliger en dat geldt ook voor zondag, ook dat is een wisselvallige dag met van tijd tot tijd buien en temperaturen tussen de 13 en de 15 graden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.